Hallo Tour Evenementen NAN. Welkom bij een nieuwe aflevering van Duo Panotti. Jammer genoeg kon Sjöre er niet bij zijn vandaag, maar ik heb natuurlijk wel hulp van Rosario. Rosario, welkom. Wat fijn dat je me wilde helpen. Oké, is geen probleem. Graag gedaan, hoor. We gaan vandaag lekker koken. Italiaans gaan we koken. Dus we gaan beginnen. Dames en heren, omdat ik natuurlijk Shirley mis vandaag, ja, wat ik zeg, Rosario komt helpen, heb ik Rosario gevraagd om het voorgerechtje te maken. Maar ik moet het wel even voordoen natuurlijk, want Rosario kan brandweerman, kan alle branden blussen die er zijn. Dat hebben we vorige keer al gehoord, maar koken is natuurlijk ook een vak. Dus ik doe dat even voor, daarna doet Rosario de rest. Oké. Ik heb hier Serrano ham. Ham di Serrano, met appenzen naar papiamento. En. Dan heb ik hier ervoor. Dank je wel. Ik vind het een limpe. Sizegoer, Bota, helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Okay. Goed, hè, die man. Zonder bril zie ik niet waar ik het kaasje kan openmaken. Dus tja. En aangezien net bril ook niet, doe ik het maar met het mes. Zo. Kijk, het mooie van dit geitenkaasje is dat hij al bijna volgesneden is. Het is alleen maar een kwestie van je messen doorheen te laten zakken. En je snijdt hartstikke mooie rolletjes. Dan pakken we zo'n verrukkelijk zacht geitenkaasje met honing vermengd. En die leggen we op de Serrano ham. Dat ze heel dun gesneden plak is. En we maken er een. En dan pakken we hem in. Ja, als een soort pakketje. Nou, top hoor. En dan zo meteen lekker in de pan. Even een klein krokant laagje erop. En een drupje dressing. Ik weet zeker, ze gaan hiernaast smullen. Oké, top. Zou jij deze zo kunnen inpakken, alsjeblieft, Zara? Direct, ja. Dankjewel. Oké. Dit is een geitenkaas, heb je net gezegd? Ja, klopt. Oké. Queso di cabrito, no? Queso di cabrito. En deze, wat is deze precies? Een Serrano ham. Serrano. Dat is een ham die een behoorlijk lange tijd heeft gerijpt, zoals ze dat zegt. Heeft liggen drogen op de plank. En daarom kijk, is die ook mooi, zo. Kijk. Mooi. Echt een kunst, hè? Schitterend gedaan. Ja. Ik zou haast zeggen, weet je zeker dat je brandweerman bent? Nee, goed hoor. Ja. Ja, dat hebben jullie natuurlijk hier al. Jullie moeten natuurlijk ook al wat koken. Ja, een beetje handig, hè? Ja, precies. Ja. Want ik begrijp eigenlijk dat jullie als... ondertussen probeer ik de honing open te krijgen. Ik begrijp eigenlijk dat jullie als brandweerman bijna de hele dag moeten werken. Dus ja, diensten van 24 uur draaien, toch? Ja. Maar wel een verdeling in 3 stuks, weet je. We hebben normaal een werkuren van 7 tot 3. Ja. En van 3 tot 11 rusturen. En we hebben ook slapuren van 11 tot 6 en 7 uur gaan we naar huis. Oh, dus het is niet dat je 24 uur per dag wakker moet zijn? Nee. We hebben wel slapuren. Ik dacht altijd... We zijn wel paraat hoor. Als iets gebeurt, moeten we direct uitrukken. En slapen jullie dan op de kazerne of? Tuurlijk hoor. Of thuis ook? Hier zelf. Nee, thuis niet. Neem veel tijd hoor. Ja, dat geloof ik wel. Ja, als je in Rincon woont en je moet hier naartoe komen, dan dat schiet niet op inderdaad. Ja, omdat we hebben ook onze materiaal hier. Dus gaat gewoon... Maar het is dus niet dat je 's ochtends met grote wallen onder je ogen helemaal brak uit de dienst komt. Je hebt wel kunnen slapen. Als er geen brand is natuurlijk. Ja. Als er geen brand is... ga je gewoon rustig naar huis. Dat klinkt mij wel als een mooi vak in de oren, eerlijk gezegd, zo'n brandweerman. Maar sommige keren krijgen we wel grote branden en zo moeten we echt aan zijn werk doen. Nou, wat mij heel erg moeilijk lijkt, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, is bijvoorbeeld als je een ongeluk hebt, een auto-ongeluk, en je moet met gewonde mensen werken.
Dat lijkt mij het moeilijkste van alles eigenlijk. Nee, maar we zijn getraind hoor. Echt. We zijn paraat. We zijn klaar voor alles, man. Ja, dat wil ik geloven. Dat jullie. Want als ik volgens mij. We zijn al klaar. En we zijn ook echt klaar om te eten. We gaan door. Dankjewel. Okay. Zo. Nou, we hebben ze allemaal ingerold. Nu gaan we ze even een klein beetje bakken. Kunnen we niet te hard doen, want anders smelt die kaas natuurlijk. Klein beetje olijfolie. U weet, dat heeft Shirley al vaak verteld. Vertel ik ook weer. Wij koken alles in olijfolie. Olijfolie is namelijk net iets gezonder als andere oliën. Okay. Het is wel het nadeel, olijfolie kan niet zo warm verhit worden als bijvoorbeeld zonnebloemolie. Het verbrandt sneller en dan krijg je stoffen in de olie die niet gezond zijn. Okay. Maar het is er gewoon net wat gezonder. Okay. Zo, dan gaan we ze. Ik ga die afzuigkap zuiger starten hoor. Staat hij nog niet aan? Nee. Oké. Okay. Zo. Oh, kijk, langer hoeven ze ook niet. Even een krokant laagje erop. Als je dit nog ziet, dat is toch lekker. Ja, de geur is ook lekker hoor. Dit moet gewoon goed smaken. Zo. Schitterend gebakken. En dan gaan we nu het hapje afmaken. En dan zie je, koken hoeft altijd niet lang te duren. Het gaat snel hoor. Het gaat snel. Een beetje rucola slaak. Rucola sla erbij. Beetje dressing hè? De dressing komt er inderdaad ook nog op. Dit doen we even voor de kleur, zodat het er leuk uitziet. Okay. En de smaak ook, rucola sla, smaakt een beetje naar noten. En noten zijn gewoon lekker. Dat past prima bij dit gerechtje. Ja. Zo. Klein drupje honing, niet te veel, want in de kaas zit ook al honing. Drup. Drup. Drup, drup en drup. En om dan de zoetigheid een beetje te neutraliseren, balsamico azijn. Okay. Ook een Italiaanse azijn. Ook een klein beetje. Klein drupje. En dat is het voorgerechtje. Ja, top. Zullen wij een stukje mezelf al gaan eten? Ja. Ik bedoel, dat hebben we toch wel verdiend? Absoluut. Naar jou. Eet smakelijk. Ja. Hoppie douche. Echt hè? Heel simpel. Lekker. U kunt dat thuis ook maken. Geen enkel probleem. Oké. We gaan nu beginnen aan het hoofdgerecht. Pasta carbonara. Nou, ik moet wel eerlijk zijn. Ik doe het niet helemaal zoals de Italianen het doen. Want de Italianen die gebruiken namelijk rauwe eieren. Dat gooien ze door de hete pasta en daardoor komen de eieren op temperatuur. En ze gaan de bacteriën dood. Want in elk ei zit salmonella. Bijna elk ei zit salmonella. Okay. Nou,
dat wil ik mijn klanten of mijn eters niet aandoen, want salmonella besmetting is echt niet leuk. Dus ik maak het recept ietsje anders, zodat we niet alleen met rauwe eieren werken. Klopt. Pasta carbonara is heel simpel. Spek, crème fraîche met ei en geraspte parmezaanse kaas. Dat gaan we mengen en klaar. Maar eerst moet de pasta gekookt. Ik heb achter mij een pan met water op staan. En dan gaan we de pasta in doen. Oké. Wat we altijd doen, om te voorkomen, want pasta plakt heel snel, is gooien we ook een scheut olijfolie in het water. Dat voorkomt dus dat de pasta gaat plakken. Oké. Zo. Flinke scheut olijfolie, zodat het lekker om de pasta heen gaat zitten. Oké. En dan doen we de spaghetti in de pan. Duurt ongeveer hoe lang? Ongeveer 10 tot 11 minuten. Oké. En ik zal je zo meteen een trucje laten zien hoe je weet of de pasta gaar is. Bonbon. Terwijl we hier nu aan het wachten zijn, die pasta die moet even gaar worden, was ik eigenlijk benieuwd, Rosario, wat vind jij nou belangrijk waar mensen rekening mee te hebben houden in huis rondom brand en veiligheid? Ik bedoel, jij als expert? Ja, er zijn wel veel punten, weet je. Maar een van de belangrijkste punten is, de meeste mensen op het eiland hebben gewoon kleine gasflessen in de keukenkast en zo binnen in de keuken. Echt gevaarlijk hoor. Dat kan ik me zo voorstellen. Nee, mag niet. Want als dat ploft, omdat, dan ploft ja, je huis. Ja, en meestal krijgen we als iets gebeurt, moeten we uitrukken. Moeten we een binnenaanval doen en brand in de keuken blussen. Ja. En mijn mensen zitten in een probleem. Als zo'n gasfles gaat terwijl je mensen binnen zijn. Kaboom! Dus een tip voor iedereen: gasflessen, kleine, grote, buiten de keuken. Gasflessen buiten de keuken, niet in huis. Eigenlijk gewoon helemaal niet in huis. Niet in huis. Voor je eigen veiligheid, ja. Maar ook voor de veiligheid van onze helden van Bonaire. Ja, absoluut. Gasflessen naar buiten. Buiten. Weet je, met een afdakje zo, netjes, geen probleem. Ja, omdat buiten is ook warm. Ja. Maar moet buiten zijn. Moet. Prima tip. Ja. Top. Dankjewel hoor. Jij ook. Ja. Super. We gaan een saus afmaken, Rosario. Okay. En mensen thuis natuurlijk ook. De pan. We gaan spek bakken. En spek is natuurlijk al heel erg vet. Dus ik heb maar een klein beetje olijfolie nodig. Enkel om even de eerste slag te maken. Daarna komt het vet uit het spek. Het is gewoon ontbijtspek. Wat je ook op je boterham kan doen, heb ik in blokjes gesneden. En dat gaan we nu lekker bakken. Heb je deze nodig? Of? Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Lekker in beweging houden, want als je hem stil laat, dan wordt hij te krokant. Dat moet ook niet helemaal. Je moet echt lekker even uitbakken. Ik vind het zo lekker ruiken, hè? Ja, maar. Eigenlijk is koken ook een beetje pyromaantje. Brandje met brandje maken. Ja, je bent constant aan het spelen met het vuur eigenlijk. Ja, ja. Wel, ja, mooie overeenkomst. Absoluut. Ja, dit is gewoon een gecontroleerde brand, weet je? Dit is een gecontroleerde brand, inderdaad. Ja. Ja. Ja, die heb je het liefst, moet je zeggen. Ja, absoluut. Kijk, hij begint nu mooi zijn vocht los te laten. Drijft nu lekker wat water in en zodra dat verdampt is, dan begint hij te spetteren. En dan weet je dat hij goed is. Oké. Okay. Wat we nu alvast wel kunnen doen, is de uitjes en de knoflook erin. Erin? Ja. Oké. Okay. Die hebben wij gesneden, even buiten beeld. Want ja, nou heb ik al zo vaak op de camera gesneden. Dus die doen we er nu doorheen. Oké, we hebben deze. Ja, dat is de knoflook, die kan er doorheen. Ja. En de ui kan er ook doorheen.
Oké. Okay. Yes. Lekker hoor. Heerlijk hè? Echt. Zo. En deze twee blijven voor de laatste? Ja, die gaan we er nu doorheen doen. Ook? Ja, maar we moeten ze eerst even door elkaar mengen. Gaan we door elkaar, ja. Oké. Dat is dus de Parmezaanse kaas die we gerast hebben met de crème fraîche en twee eitjes. Ondertussen natuurlijk altijd even kijken, controleren of de pasta niet te ver is, te ver doorgaat. Bijna, bijna. Hoe weet je dat? Kleur? Als je een spaghetti stringetje hebt, ja? Kun je hem door midden knijpen. Als je hem heel makkelijk door midden knijpt, bijna klaar, hè? Is hij bijna klaar. Okay. Ik heb ook nog een ander trucje. Maar ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Want ja, dan moet je ook meer schoonmaken. Maar dat is de spaghetti tegen de muur aan gooien. En blijft die plakken? Ja, is goed. Is die goed? Volgens mij heb ik dat alles verteld, hè. Toen ik dat op school deed, ik draai om mijn oren gekregen van de leraar. Die vond dat niet leuk. Maar de spaghetti is wel goed, dat weten we nu. Want hij blijft nog steeds hangen. Oké, ik heb deze klaar. Ja, doe hem maar door de spek heen. Ja? Ja. Alright. Zo, nou dit mag even gezellig warm worden. Ja. Alles bij elkaar, dan gieten wij ondertussen de spaghetti af. Laag vuur. En ik ga de spaghetti afgieten. Ja. Oké. De spaghetti hebben we afgegoten. We hebben heerlijk onze handen zitten branden. Het vergiet was te klein. Weer helemaal niet handig, maar oké, hè. Dat zie je allemaal niet op camera, dus we doen net alsof het allemaal goed gegaan is. De saus die we net gemaakt hebben, doen we door de spaghetti heen. En dat mengen we. Lekker door elkaar. Zodat alle spaghetti een beetje spek heeft, een beetje kaas heeft. Een uitje er doorheen. Lekker mengen. Je ziet, spaghetti plakt niet. En dat komt door de olie. Nu is de spek natuurlijk een beetje zout. Okay. De kaas is zout. Dus ik weet niet zeker of we nog zout moeten toevoegen. Dus dat gaan we even proeven. Doe ik altijd met zout, voeg ik het liefst tot slot toe. Want ja, nogmaals, nou, voor de zekerheid. Hè? Voor de zekerheid. Ja. Je kan namelijk zout er altijd in doen, maar er nooit meer uithalen. Ja, dat is een probleem, man. Echt? Als je te zout eten hebt, is het niet lekker. Bon. Hoe kun je nou netjes proeven? Ik kan natuurlijk met mijn hand erin gaan, in mijn mond houden. Dat schiet niet echt op. Ik kan één lepel gebruiken en verschillende happen nemen. Ook niet echt netjes. Twee vorkjes. Zo. En proeven doe je met grote happen. Alle smaakpapillen moeten aan het werk. Dus nooit kleine hapjes nemen, niet even met je vinger er doorheen. Werkt allemaal niet. Grote happen nemen.
Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Wat heb je gedaan? Zo, rustig gaan. Ja. Ah, ik ben gewoon Italiaan, man. Kijk. Echt, hè? Ik vind, er mag nog iets zout en nog iets peper in. Zeker peper. Misschien een klein beetje zout ook. Ja. Grote pan spaghetti, veel peper natuurlijk. Ja, is goed hoor. Ja. Wil je hem nog een keer proeven of denken we dat hij goed is? Ja, proeven man. Dus. Deze heeft net in mijn mond gezeten, die gaat niet de pan in. Ja. Hier heb ik het net mee eruit gehaald, dus die gaat wel de pan in. Zeg maar. Mm-hmm. Groot verschil, klein verschil? Groot verschil. Ja. Helemaal goed volgens mij. Beetje heet. Kijk de kleur van die rook. Echt een brandweerman, hè? Echt een brandweerman, inderdaad. Kijk. Dat heet vakidioterie, hè? Ja. Lekker, hè? Kampioen. Top. We gaan het bord opmaken. Het gaat ook niet alleen om de mond, hè? Het oog wil ook wat, zeggen ze wel eens. Dus ik ga ook even een leuk bordje maken. Pak een klein beetje van die sla. Spreid ik een beetje over het bord. Dan pak ik de pasta. Zo. Deze kent u nog. Van die heerlijke, prachtige, mooie Italiaanse cherry tomaatjes, tros tomaatjes. Okay. Ik ben hier zo verliefd op. Ik vind het zo mooi, hè? Ja. Je kan ze dragen als oorbelletjes. Hier, daar kom je toch mee op? Nee. Laat maar. Ik draaf hier door, geloof ik. Maar goed. Ik pak even deze, want die hebben nu aan mijn oren gehangen. Dat vind ik niet lekker op het eten, natuurlijk. Hop. Even een klein beetje kleur in het eten. Tomaatjes bovenop. Klein beetje bieslook. Dit allemaal is gewoon versieren, hè? Dit allemaal is gewoon versieren, ja. Ja, kijk, tomaatje heeft ook wel smaak, maar die kan prima met de room. Maar het gaat gewoon om beetje... dat het er een beetje leuk uitziet. Wat denk je? Het is echt mooi hoor, mooi gebleven. Ik denk deze potje kunnen we gewoon $10 vragen. Dat denk ik wel. Ja. Als het niet meer is. Hoeveel vraag... Nee. Oeh, dat was verleidelijk. Nou, weet je. Ik ga er geen $10 voor vragen. Ik ga het gewoon aan je collega's geven. Ja, dan stop, man. Kunnen we lekker eten. Ja, goede doel. Goede doel? Ja, als iets gebeurt, zijn we paraat om te gaan blussen. Veel koolhydraten. Ja, sterk, man. Goed sterk. Ja. Ik zeg... Eet smakelijk. Dankjewel hoor.
Het laatste gerechtje van de avond worden peren. Peren gekookt in sinaasappelsap en rode wijn. U zult zien, dat wordt heerlijk. En dan maken we het slot af met een klein beetje geraspte kaas. Dan krijgen we de pittigheid van de kaas tegen de zoetigheid van de peren. Dat wordt smullen geblazen. We beginnen als voorbereiding met de sinaasappel. Nou, een hoop sinaasappels, om ze mooi te laten glanzen, doen de producenten, nadat de sinaasappels zijn geplukt, een beetje wax over de sinaasappel heen. Nou, dat wil ik liever niet eten, dus ik ga de sinaasappel altijd eerst even wassen. Nou, ik heb de sinaasappel even lekker afgespoeld, gewoon met ja, koud water hier op beneden. In Nederland zou ik zeggen lauw water. Hier hebben we al lekker warm water uit de kraan, dus gewoon het water uit de kraan. Ik heb hier een rasp, gewoon die u waarschijnlijk thuis ook heeft. Hij heeft een grove rasp, een hele fijne en een gemiddelde. En die laatste die heb ik nodig, want ik heb de rasp van de schil nodig. En dit wordt het. Heel fijn. En dit gaat ook in de saus. Dan gaat de saus extra naar sinaasappels smaken. Nou, het is natuurlijk heel erg zonde om deze sinaasappel dan weg te gooien. Dus ik ga ook het sap gebruiken. Thuis heb ik een pers. Die heb ik hier niet. Dus dan moeten we creatief zijn. Ik snijd de sinaasappel in vieren. En boven het pannetje knijp ik hem uit. Dat er wat vruchtvlees invalt, helemaal niet erg, alleen maar lekker. Natuurlijk wel even in het pannetje houden, want anders spet het je hele aardig onder. Ja. Ik heb de sap in het pannetje, de rasp erbij en nu ga ik er wat rode wijn in doen. Ik heb gekozen voor een Merlot. Eigenlijk moet dat een Italiaanse wijn, Chianti zijn, maar die had ik niet. En een Merlot is een lekkere, soepele, zoete wit rode wijn. Dus vandaar dat ik een Merlot heb gehad. Nou, er moet ongeveer 1,5 deciliter in. Dit is een klein maatbakje, kan ik precies op zien hoeveel erin moet. En deze gaat door het sap heen. Daar doen we de rasp bij. En daar doen we ook de peren in. Ik heb lekkere, mooie peren. Ze zijn niet te rijp, want als ze heel rijp zijn, zijn peren al heel erg melig. Nou, dat is voor dit gerecht niet helemaal lekker. Dus vandaar dat je peren moet hebben die net tegen de rijpheid aanzitten. En hoe voel je dat? Door erin te knijpen. Bewegen ze mee, dan zijn ze te rijp. Blijven ze een beetje hard. Dan zijn ze goed. En die peren snij ik door midden. En om nou te voorkomen dat de peren heel snel zwart worden, bruin worden, want dat is een reactie van het vruchtvlees met de lucht waarin wat vrijkomt, doe ik er een beetje citroensap overheen. Citroensap zorgt er dus voor dat de peren niet verkleuren. Gaat ook voor appeltjes op. Als je niet wil dat je appeltjes verkleuren in een salade of zo, doe je er een beetje citroensap overheen. Zo. En dan moet ik nog even het klokhuis eruit halen. Ik doe dat even met een lepeltje. Zo. En de peren leg ik op zijn platte kant in het vocht.
En die peertjes, die gaan 5 minuten op het vuur, even lekker warm worden. De peren zelf hoeven maar 5 minuten, maar de saus moet wat dikker koken, moet wat inkoken. Dus ik doe eerst de peertjes, die haal ik er dan uit. Die laat ik even rustig afkoelen, half lauw, het is een lauw gerecht. En dan kan de saus even inkoken. Nou, dit moet even pruttelen. Nou, we zijn 5 minuten verder en de peertjes die zijn nu klaar. Die hebben lekker staan pruttelen op het vuur. Kijk eens wat een mooi kleurtje die gekregen hebben. En het sausje, om het extra zoet te maken, want die citroenrasp door het koken wordt hij wat bitter. Nou, dat wil je compenseren. Doe ik wat extra honing doorheen. En die gaat weer op het vuur. Die moet nog even inkoken. Dat betekent dat er nog wat water uit moet dampen, zodat de saus wat dikker wordt. Dat gaat goed. Eventjes wachten en we kunnen ook een toetje afmaken. Zo. De saus is ingedikt, een beetje stroop geworden. Dan gaan we het toetje afmaken. We hebben een leuk schaaltje. Eerst een beetje saus onderin. Lekker wat over de peertjes heen. Dan het geheim van de smid. Klein beetje. Op de gemiddelde rasp. Ja. En omdat het oog ook wat wil. Pakken we een plakje sinaasappel. En ik zeg, ons toetje is ook klaar. Eet smakelijk. Dit waren de gerechten van deze week. Een voorgerechtje met geitenkaas, pasta carbonara en peren met een rode wijn sinaasappelsaus. Rosario, dankjewel. Graag gedaan hoor. Geweldig dat je ons geholpen hebt. Okay. Ik vond het veel hartstikke goed. Ik heb veel van je geleerd. Ja, ik ook hoor. Zeker, absoluut. Dankjewel. Ja. Ik ben Zaken, dit is Rosario en vandaag waren wij samen Duo Panotti. Ja. Dankjewel voor het kijken. En tot otra semana. Kudjoske. Kudjoske. Dankjewel.